Hallo en welkom bij mijn ontzettend rommelige werkbank. Vandaag een oude bekende, een hele oude bekende uit de begintijd van dit kanaal. Dit is de NS, de koploper in de KLM livery zonder stip. Deze heb ik vroeger vervangen, daar heb ik de motor van vervangen door een motor uit de CD of DVD speler. En een digitaal gemaakt, stroomvoerende koppeling erop gezet. Hij heeft twee problemen. Probleem 1 is, ik zie overal kabels. Dat vind ik niet zo mooi. Misschien dat ik ze dit keer wel weggewerkt krijg. Probleem 2 is, de binnenverlichting gaat uit zodra als ik de front- en sluitzijn aanzet. Dat duidt erop dat ik maar één weerstand gebruikt heb in plaats van de 3 die ik tegenwoordig overal gebruik. En aangezien ik hier een bakje heb met weerstanden, ik er nog wel een paar over heb, lijkt het mij hoog tijd om dat probleem op te lossen. Ik heb er al een rondje mee gereden om te kijken of dat het überhaupt zin had. Slippandjes erop gezet. En jawel, hij kan een rondje rijden met het gebruikelijke Lima geluid. Alleen merk ik wel dat de decoder echt nog even goed ingesteld moet worden. Ik kan me zo ook herinneren dat ik deze aangepast heb, maar gedaan heb eigenlijk nog ver voordat ik deze treinbaan zelf had, dus voor mijn verhuizing. En dat ik dus ook al testen gewoon op een klein testbaantje heb gedaan, waar ik toen al digitaal kon rijden. En ik meen me te herinneren dat er iets was met een schroef en ik merk al dat deze doorgedraaid is, dus dit gaat een leuke puzzel worden om deze weer open te krijgen, want ook dat was altijd lastig. Voor zat hij, geloof ik. Ja, dan kon je hem makkelijk doen. En dan nu de schroef. Dus eigenlijk heeft deze jarenlang in de kast gelegen. Ik weet dat ik toen de koppelingen vervangen heb voor stroomvoerende koppelingen. Zodat ik in alle treinstellen mijn verlichting had. Dat had ook als effect dat de Lima kortkoppelingen nog korter waren dan de kortkoppelingen die er nu op staan. Zo, kijk eens aan. Ja, ik heb hier toen de bracket voor gebruikt. Hier zit een lees DCC. Ik weet niet of ik dat nog wil gaan gebruiken. Hier zit ingeplakt een binnenverlichting. Ik zie hier één weerstand zitten. Oh ja, ik heb hier wel een nieuw verlichtingssetje ingezet. Ja, ja. Dingen uitgeboord toen nog tijd. Ik heb dit los uitklikbaar gemaakt. Zo. Nou, dat is wat ik ooit heb gedaan. Ik zal proberen eraan te denken om hier in de in deze video ook een referentie op te nemen naar die hele oude. Eens kijken, hoe zit dit? Ik zeg wel, ik heb daar geen weerstand tussen gezet. Maar zo te zien is dit een 12 volt strip met eigen weerstanden. Dus wat er dan gebeurt is, zodra deze aangaat, die geeft minder weerstand. Nee, andersom, de frontverlichting geeft minder weerstand dan de binnenverlichting. Ik denk hoe ik dat het beste op kan lossen. Hoe zit deze bekabeling nu? Waarom zit jij daaraan? Blauw gaat eerst door een weerstand. Nee, het is inderdaad de één weerstand oplossing. Ik zie het nu. Blauw gaat naar een weerstand voor deze verlichting. En daarna wordt die afgetapt voor die verlichting. En dat moet ik niet doen. Die moet een eigen verbinding hierop gaan krijgen met een eigen weerstand. En dan ben ik al een heel eind. Nou, laat ik eens beginnen met deze loshalen. En dit zal waarschijnlijk ook het geval zijn in het achterste treinstel, de motorloze bak. En het tussentreinstel zie ik dat de verlichting wel gewoon regelmatig brandt. Dus die zal anders verbonden zijn met eigen weerstand. Dat was het moeilijkste.
Even zien of ik hier. Nog wat moois van gaan maken. En dit is trouwens de vervangende motor die erin zit. Op dit moment rijdt die redelijk oké, maar ik merk dat die de snelheidscurve klopt niet. Dus ik weet niet of ik die lees DCC genoeg vertrouwen om erin te gaan laten zitten. Misschien dat ik dit wel gewoon helemaal ga verbouwen en alles probeer weggewerkt te krijgen hiervoor in. Ik ga even puzzelen. De weerstandje zit op zijn plek. Dadelijk even testen. Waar we eerst eens hier naar kijken. Wat ik nu anders doe dan vroeger. Vroeger zette ik zo'n plug ertussen. Dan kon ik het nog wisselen. Ik heb een heleboel van die pluggen nog liggen. En tegenwoordig ben ik toch meer van de, als het terug moet solderen, ik het wel terug. In plaats van zo'n grote plug ertussen. Dus hier ga ik ook wat aan doen. Kijken hoe ik het allemaal in elkaar heb gedraaid. Nou, één ding weet ik wel. De decoder komt er vast op te zitten. Dan is alleen maar de vraag. Houd ik de DCC voor nu? Ik denk het wel. In de hoop dat deze niet ook plotseling doorbrandt. Zoals bij mijn Radeon laatst. Dan ben ik weer een tijd aan het luchten. Ik wel wat mee, ja. Het zou leuk zijn als ik die decoder daar kan laten liggen. En dan komen de kabels tot ongeveer hier. Die gaat in de reservebak. En dit is gewoon een kwestie van kleur op kleur er even op zetten. Paars gebruik ik niet. In dit geval dus die gaat er ook uit. Een beetje de boel voorzien weer van krimpkous. En daarna is deze weer klaar. En dan kan ik door naar het andere, het koprijtuig, motorloze koprijtuig. Want ook daar is wat mee aan de hand. Hetzelfde als hier. En het breken van een weerstand. Als dat gedaan is, dan rest mij alleen nog maar het inregelen van de decoder. Ik heb het idee dat hij nu een curve gebruikt om de snelheid te regelen. Waardoor die heel langzaam in de lage regionen zit. En de laatste paar snelheidsstappen, dan schiet hij weg. En dat... Dat moet ik niet hebben. Ik moet veel geleidelijker. Dat begin dat langzaam is leuk, maar hij moet ook op het einde nog goed te besturen zijn. Ik ga dit even doen. En niet jullie vermoeien met mijn solderwerk. Zo, alles zit onder de bankjes. Sommige kabels willen nog niet helemaal. De decoder zit helemaal voorin. Hier zit ook een beetje vast. Kabels hier zijn wat weggewerkt. Hier dus over de motor heen. Misschien dat ik deze motor nog even bedek. Zodat je niet... Het is minder duidelijk is dat er een motor zit. En hier zit de aansluiting voor de verlichting. En ik hoop dus dat die nu lang genoeg is. Als die niet lang genoeg is, dan moet die dus door dit gat. En dan wordt het iets meer de kabeling. Maar goed, het wordt ook tijd om te gaan testen. En ik wil hem op mijn baan hebben. Zo. Kijken of ik alle kabels, het eerste deel van de kabels goed aan heb gesloten.
En even kijken of ik hier ook mijn aansturing heb. De motor doet het en dit is ook meteen het probleem. Als ik een klein stukje harder zet, ik hoop dat het geluid goed doorkomt. 74 gaat nog wel, 80 herrie. Dus alle regelbare vermogen zit hier op tussen de 78 en de 85. En dat moet een beetje beter worden. En ik denk dat die na wat jaren stilstand wel eens meer buiten kan gebruiken. Ik ga zo de kap erop zetten. Kijken of de verlichtingprobleem voor deze opgelost is. Kijk eens aan. Binnenverlichting en frontverlichting. Dat is wat eerst niet werkte. Dat is mooi. Dan ga ik hem in elkaar zetten. En dan kan ik dadelijk de andere bak nog aanpakken. Even kijken of ik die led of die op de goede plek zit. Ja, dat komt er wel redelijk uit. En als het dadelijk allemaal in elkaar zit, dan zie ik bijna geen kabels. Oh, dat is mooi. Ik zie alleen wel, deze schroef die kwam er al niet goed uit. Dit is niet de juiste. Er moet een iets dikkere in. Maar ik ben mijn schroevencollectie kwijt sinds de verhuizing, verbouwing. Met name verbouwing. Misschien dat ik die nog tegenkom tot die tijd, ja. Een loszittende schroef is niet ideaal, maar geen schroef is misschien nog erger. Het staat een klein beetje bol, omdat ik denk dat er ergens nog een kabel verkeerd zit. Of omdat de bankjes te hoog zitten. Maar ik zie nu hiervoor nog twee kabels zien lopen. Die komen. Ja, die zei omdat hier de decoder ligt, niet de verlichting zit. Hierachter zie ik bijna niks. Ik vind hem een stuk beter. Hier nog een lichtje. Zaklamp. Zo, eens kijken. Oh, net echt. Nou ja, het is in ieder geval. Als de binnenverlichting aan zit, niet meer zo ontzettend duidelijk dat alle kabels erin zitten. En naar de volgende. Het motorloze deel. Gezien de symptomen verwacht ik precies hetzelfde. Misschien dat ik een van deze schroeven herbruik bij het motordeel, aangezien die toch wat meer bedrading heeft en wat meer behoefte heeft aan versteviging. Zo, hoppakee. En voor je het weet heb je alleen maar plastic in je hand. Hoe gaan we dit doen? Ook hier dezelfde constructie. Ook hier heb ik de blauwe aan de led vastgemaakt. En dus ook hier heb ik het probleem dat de verlichting, de stroom, de weg van de minste weerstand kiest. En dus op het moment dat de front- en sluitverlichting aangaan, hij natuurlijk niet door al deze leds heen gaat, maar meteen hop door de led aan deze kant. Dus stroom erbij. Dit kabeltje als eerste los. Zo. De tweede is hier. Misschien heb ik hier ook geluk en kijk het krimpkousje eraf.
Daar moet een led tussen, een weerstand tussen. Mijn go-to weerstanden, 820 ohm voor ledverlichting. Zo, weerstand zit alweer tussen. Hoppakee. Dat betekent dat dit ook klaar is. Nu zou deze het ook goed moeten doen. Tijd om de boel weer in elkaar te zetten. Ja, het is vrij simpel. Alle kabels komen hier binnen. Het hele doel was dat ik niet twee decoders erin wilde hebben. En als ik dit opnieuw zou doen, zou ik het waarschijnlijk wel met twee decoders doen. En zou ik hier op deze wiel ook stroompick-up zetten. En daarvoor de stroomvoerende koppeling gebruiken. Want Lima en stroompick-up, dat blijft echt een dingetje. Zo, eventjes die schroeven testen op de andere, op het motorstel. Ik heb hem gewisseld. Past veel beter en ik kan ook zien. Die erin zat is veel te kort, veel te klein. Kijk, hier moet de metaalplaat onderin. En dan moet deze er. Nee, de metalen platen moeten hierin. Zodat de metalen platen niet te veel verschuiven als je er deze op zet. Zo. Kom. Kom aan. Hoppakee. Eén schroef voor de show. Die eigenlijk best goed pakt. En de andere erin. En ben ik hier ook weer klaar mee. En dan gaan we eens kijken hoe mooi deze oude Lima op de baan komt te staan. Hier staat hij dan. Met een niet zo mooie kortkoppeling. Sluitverlichting. Binnenverlichting aan tegelijk met de sluitverlichting. En aan de voorkant zo driepuntsverlichting. En verlichting in de cabine. Verlichting aan de binnenkant. Geen decoder meer te zien. Een klein draadje daar. Tussenrijtuig met verlichting. En de andere kop ook met verlichting. Het enige jammer is dus de vele ruimte tussen de rijtuigen. Ik heb in het verleden geprobeerd dat te verkleinen, maar dan kwam ik die bochten niet meer door. Tijd voor een rondje. De lees deze C-code weigert te accepteren
dat als de trein vooruit rijdt, die dus de witte verlichting moet gebruiken. Hij blijft hem op de achterste, treinstel zetten. Ik heb al geprobeerd motorrichting te veranderen en alles, maar hij blijft dit doen. Dus ik denk dat, dat ik hier toch iets aan de decoder moet gaan doen. En stroompick-up is nog steeds een probleempje. Maar met de anti-slipbandjes komt hij goed de helling op. Het is alleen één plek waar hij blijft ontsporen. En dan lijkt nog een probleem met de stroomdoorvoerende koppeling te zijn. Dus misschien binnenkort meer over deze trein. Dit was mijn eerste grote project wat ik heb gedaan. Ver voordat ik nog een treinbaan had om echt te testen of dat het werkte. En ik weet nog dat ik ontzettend trots was op hoe ver ik was gekomen. En hoe mooi het eruit zag. En ook hoe teleurgesteld ik was toen ik het op de baan zette en hij eigenlijk gewoon geen enkele bocht doorkwam. En hoe slecht hij het eigenlijk deed. Dus deze heeft nu jarenlang bij mij in een kast gestaan. Ik hoop dat deze herstelronde, kijk, het raampje zit niet helemaal goed, zo, dat deze herstelronde toch ervoor zorgt dat hij zich wat vaker gaat laten zien. Het is en blijft natuurlijk een Lima met al zijn gebreken en al zijn dingetjes, maar ik vind dat Lima deze heel mooi heeft uitgebracht. En ik hoop dat er binnenkort, ik geloof PB Models bezig is, nou ik hoop dat er nog koplopers bij de markt gaan komen met deze mooie kleurstelling. Naast natuurlijk gewoon de normale drietjes en viertjes. Want ik vind het een bijzondere, net als de Martinair, de Randstad, de Lage Landen. Het zijn allemaal hele mooie bijzondere van deze koplopers die dan toch uiteindelijk binnenkort steeds minder op het spoor te zien zijn. Maar dat is een andere discussie. Bedankt voor het kijken. Like, subscribe. En ik heb een e-mailadres. Laat ik dat ook weer eens een keer vernoemen. Waarop je me kunt bereiken met vragen. Wat sommigen van jullie ook doen. Ik vind het altijd leuk om fanmail te ontvangen. Dus schroom niet en stel je vragen. En tot de volgende keer.